Welkom op de bouwlocatie bij Stuw van Doren. We zijn hier als Waterschap Rivierenland een nieuwe stuw aan het bouwen om de bestaande stuw te vervangen. De nieuwe stuw wordt breder en hoger. Breder om met piekbuien het water beter af te kunnen voeren richting de Linge. Maar ook wordt de stuw verhoogd in hoogte om het water met droogte beter vast te kunnen houden. En beter op te kunnen keren en daarmee richting Waardenburg te kunnen drukken. De nieuwe stuw wordt geautomatiseerd om snel te kunnen handelen met piekbuien. De nieuwe stuw krijgt ook twee kleppen. En dat is vanuit het onderhoud en vanuit risicomanagement wordt dat gedaan. Zodat als één klep defect gaat, dat er altijd een tweede klep is die de functie kan overnemen. En de stuw wordt ook in het verlengde van het onderhoudspad van de boer gezet, zodat we er altijd makkelijk bij kunnen komen met de vrachtwagen om bijvoorbeeld die klep eruit te halen. Zoals je ziet hebben we hier een bypass rond de bouwlocatie heen gemaakt, zodat de oude stuw tijdens de werkzaamheden gewoon zijn werk kan blijven doen. En op het moment dat de nieuwe stuw gebouwd is, kan de oude stuw weggehaald worden en de bypass verwijderd. En daardoor kunnen we eigenlijk zonder het plaatsen van noodpompen dit hele werk uitvoeren. Er loopt nu 134 kuub per minuut over de stuw heen en door de bypass die is gegraven. Dat komt doordat de rivier nu hoog is op het moment. Dus we hebben te maken met kwel in het gebied. En er is heel veel neerslag gevallen. Het is de natste oktober geweest. Dus op het moment moet er heel veel water afgevoerd worden naar de Linge. En door de bypass kunnen we dat water met de oude stuw blijven sturen. En hoeven hier geen noodpompen gezet te worden. In totaal worden er 12 stuwen geautomatiseerd in het gebied. Zoals je ziet staan we hier midden in een boomgaard. En daar staat het rivierengebied ook bekend voor. En daardoor is die sturing van het water bij droogte ook heel belangrijk voor de fruittelers hier in het gebied. Zoals je ziet sta ik hier in de bouwput van Stuw van Doren. Hier is zojuist het kwelscherm geplaatst om uiteindelijk te voorkomen dat het water onder de stuw door gaat lopen. De volgende fase is dat er palen worden geplaatst waar uiteindelijk een prefab module op geplaatst gaat worden. De bouwfase van zo'n stuw met een complexiteit als deze is om en nabij 5 weken. Het gaat nog een hele uitdaging worden om die vracht van 26 ton op een vrachtwagen hier door de weilanden op locatie te krijgen.